De paasvakantie van de scholen in het binnenland wordt vervroegd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft naar aanleiding van de ontstane situatie in dit gebied als gevolg van de hoge waterstand besloten om voor de scholen in deze gebieden een vervroegde vakantie uit te schrijven. De paasvakantie gaat in vanaf vandaag, maandag 28 maart, en duurt tot en met maandag 18 april 2022. Het is niet verwachtbaar dat het water binnen de komende weken voldoende wegtrekt, zodat het onderwijsproces onder veilige omstandigheden kan worden hervat, schrijft het ministerie. Als de situatie met betrekking tot de wateroverlast naar oordeel van het MINOC niet in die mate is genormaliseerd, dat een vlotte voortgang van het onderwijs kan plaatsvinden, zullen hierover nieuwe instructies worden gegeven vanuit het ministerie.